Zoo, Story Zoo, Geek-a-boo, Geek-a-boo. Hallo, lieve kinderen. Welkom in Dierenpark Amersfoort. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Toby en Pepper zijn al begonnen. Eens kijken waar we vandaag naartoe gaan. Kijk, daar is Vlinder. Vlinder wil graag verstoppertje spelen en wij mogen haar gaan zoeken. We moeten deze aflevering heel goed rondkijken, kinderen. Ga je maar verstoppen, Vlinder. Dan gaan wij eerst even kijken waar Toby en Pepper zijn gebleven. Dag, Vlinder. Toby, waar zit je? Hoi. Ah, daar ben je. Hallo. Hey, hoorde jij dat ook? Wat zit er verscholen achter die struik? Wie maakt dit geluid? Is het soms een ringstaartmakie? Een nijlpaard? Of een bever? Kijk eens aan, het is een ringstaartmakie. Ja. Daar wil ik wel meer over weten. Laten we eens kijken wat de ringstaartmakies aan het doen zijn. Zou een ringstaartmakie graag eten? Raden jullie mee? Ik weet het nog niet. Wat denken jullie? Ah, kijk, gras. Dat vinden ze dus lekker. Nou, eet smakelijk. Ik ben zo benieuwd waar ringstaartmakies wonen in het wild. Kijken jullie mee door Toby's verrekijker? Hebben jullie al een idee? Aha, daar wonen ze dus. In de tropische bossen van Madagaskar. Dat is een heel groot eiland bij Afrika. Wel 9000 kilometer hier vandaan. Kijk eens goed naar dit plaatje. We gaan proberen het juiste silhouet aan te wijzen. Welk silhouet hoort bij het plaatje? Wat denk jij?
die op het rode, het blauwe of op het groene doek? Weet je het al? Laten we snel kijken naar de oplossing. Het silhouet op het rode doek is juist. Wat knap als je dat goed had. Wil je nog iets over de ringstaartmakie leren? Laten we dan eens van heel dichtbij gaan kijken. Wat zou dit kunnen zijn? Zie jij het? Zijn het oren? Of een staart? Wat denk jij? Ik ben nu wel heel benieuwd. Aha, het is een staart. De prachtige gestreepte staart van de ringstaartmakie. Nu snap ik waarom hij zo heet. Hij heeft allemaal zwart-witte ringetjes om zijn staart. Kijk, daar vliegt Pepper. Oh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor me zoeken? Eens kijken. Waar is de veer gebleven? Goed kijken, hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Ah, gevonden. Daar is de veer van Pepper. Kun jij raden wat een ringstaartmakie leuk vindt? Houden ze van gezellig samen luieren? Of zijn ze liever in hun eentje? Zal ik het zeggen? Ja? Kijk, ringstaartmakies willen het liefst samen zijn. Ze leven in groepen en ze vinden het leuk om bij elkaar te zitten en te luieren. Gezellig hoor. Ik heb hier een mooie puzzel. Zullen we samen puzzelen? Zie je al wat het wordt? Kijk eens wat leuk. Mooi, hè? Kijk, daar hebben we de vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij de vlinder kunnen vinden in deze aflevering? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Weet jij het ook? Zullen we eens gaan kijken waar? Kijk, ze zat verstopt bij het silhouetspel. Goed verstopt hoor, vlinder. Zo, we hebben weer veel geleerd vandaag. Jouw aflevering zit erop, vriendje. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende ontdekkingsreis. Dan gaan we weer een ander dier zoeken en spelletjes spelen. Dag. Hallo, lieve kinderen. Welkom in Dierenpark Amersfoort. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Toby en Pepper zijn al begonnen. Eens kijken waar we vandaag naartoe gaan. Kijk, daar is Vlinder. Vlinder wil graag verstoppertje spelen en wij mogen haar gaan zoeken. We moeten deze aflevering heel goed rondkijken, kinderen. Ga je maar verstoppen, Vlinder. Dan gaan wij eerst even kijken waar Toby en Pepper zijn gebleven. Dag, Vlinder. Toby, waar zit je? Hoi.
Ah, daar ben je. Hallo. Hey, hoorde jij dat ook? Wat zit er verscholen achter die struik? Wie maakt dit geluid? Is het soms een giraf? Een bruine beer? Of een zebra? Kijk eens aan, het is een giraf. Ja! Daar wil ik wel meer over weten. Laten we eens kijken wat de giraffen aan het doen zijn. Wat zou een giraf graag eten? Raden jullie mee? Ik weet het nog niet. Wat denken jullie? Ah, kijk. Dat is hooi. Dat vinden ze dus lekker. Nou, eet smakelijk. Ik ben zo benieuwd waar giraffen wonen in het wild. Kijken jullie mee door Toby's verrekijker? Hebben jullie al een idee? Aha, daar wonen ze dus. Op de savanne in Afrika. De savanne is een warm gebied met veel gras en hier en daar een boom. De giraf kan er met zijn lange nek dus heel ver kijken. Kijk eens goed naar dit plaatje. We gaan proberen het juiste silhouet aan te wijzen. Welk silhouet hoort bij het plaatje? Wat denk jij? Die op het rode? Het blauwe? Of op het groene doek? Weet je het al? Laten we snel kijken naar de oplossing. Het silhouet op het blauwe doek is juist. Wat knap als je dat goed had. Het was best moeilijk. Wil je nog iets over de giraf leren? Laten we dan eens van heel dichtbij gaan kijken. Wat zou dit kunnen zijn? Zie jij het? Zijn het zijn ogen? Of is het een been? Wat denk jij? Ik ben nu wel heel benieuwd. Aha, het is een lange nek. Net als de rest van zijn lijf zit hij vol bruine vlekken. Het lijken wel allemaal puzzelstukjes. Kijk, daar vliegt Pepper. Oh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer.
Wil jij hem voor me zoeken? Eens kijken. Waar is de veer gebleven? Goed kijken, hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Ah, gevonden. Daar is de veer van Pepper. Kun jij raden waar een giraf van houdt? Houden ze van de bladeren van de acaciaboom? Of eten ze liever een stuk vlees? Zal ik het zeggen? Ja? Kijk, een giraf is dol op de bladeren van de acaciaboom. Door zijn lange nek kan hij er goed bij. En met zijn tong plukt hij de blaadjes tussen de stekels vandaan. Ik heb hier een mooie puzzel. Zullen we samen puzzelen? Zie je al wat het wordt? Kijk eens wat leuk. Mooi, hè? Kijk, daar hebben we de vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij de vlinder kunnen vinden in deze aflevering? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Weet jij het ook? Zullen we eens gaan kijken waar? Ah, ze zat verstopt bij de verrekijker. Goed verstopt, hoor, vlinder. Zo, we hebben weer veel geleerd vandaag. Jouw aflevering zit erop, vriendje. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende ontdekkingsreis. Dan gaan we weer een ander dier zoeken en spelletjes spelen. Dag! Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Max? Jazeker. Deze keer bekijken we een tuin vol insecten. Insecten, Max? Zijn dat kleine beestjes? Oh, zit er dan ook een mooie vlinder bij? Nou, daar heb je gelijk in. Het zijn kleine beestjes. En misschien komt er wel een vlinder voorbij. Laten we maar gauw kijken. Ah, dit zijn mieren. Die wonen met z'n allen in een mierenhoop. Oh, en dit is een bij. Ja, bijen die maken honing. En dit is een dikke bromvlieg. Die kan vast heel goed vliegen. Een sprinkhaan. Die springt altijd heel hoog. Ach, een prachtige libelle. Kijk eens wat een mooie vleugels ze heeft. Een lieve heersbeestje. Rood met zwarte stippen. En dit is een mestkever. Die zit het liefst de hele dag in de mest.
Dit is een dikke rups. Dat wordt later een mooie vlinder. Een kakkerlak. Nou, die wil je niet in je keukenkastje, hoor. Ah, en kijk eens, Toby. Daar hebben we de vlinder. Dat was leuk, Box. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Ha, dat zijn mieren. Die wonen in een mierenhoop. Zoom, zoom. Een mooie ronde honingbij. Oh, kijk, dat is een vlieg. Die vliegt en vliegt en vliegt. Dat was een sprinkhaan. Ga maar lekker springen, sprinkhaantje. Een libelle. Oh, die vliegen altijd boven de sloot, hè, Bax? Een lieve heersbeestje. Rood met zwarte stippen. En dat was de mestkever. Dat is een mooie rups. Eet je buikje maar rond, hoor, rupsje. Oh, dat is een kakkerlak. Nou, ik vind het maar een raar beestje, hoor. Ja, vlinder! Oh, wat is die mooi, hè? Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooiste, Toby? De vlinder! Dat vind ik de allermooiste. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Bax? Jazeker. Vandaag gaan we kijken naar babydieren. Babydieren? Oh, zo lief. Mag ik ze allemaal aaien? Nou, dat lijkt me niet zo verstandig. Sommige dieren kun je aaien, maar andere niet. Laten we maar gauw gaan kijken. Dit leeuwenwelpje bijvoorbeeld kan je maar beter niet aaien. Een baby olifantje noemen we een kalfje. En dit is ook een welpje, alleen deze is van een tijger. Ach, wat een lief klein zeehondje. Hallo. Net als van een olifant heet een babykoe een kalf. En deze kleine pluizenbol is een kuiken. Oh kijk, een klein varkentje, een biggetje. En kindjes van een hond noemen we puppies. Kijk nou wat lief. Een klein katje, een kitten. En weet je dat kleine pinguïns ook kuikens heten? Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Oh, een baby leeuwtje. Wat lief. En dat is duidelijk een klein olifantje.
En daar een klein tijgertje. Net als in de jungle. Een babyzeehondje. Wat een grote ogen. Oh, wat een lief kalfje. Koetje Boe. Oh, wat schattig. Een klein kuikentje. En een lief biggetje. Oh, wat is hij roze. Oh, een puppy. Oh, mijn lievelings. Oh, een kitten. Die mag ik toch wel aaien, Baks? Oh, kijk hier eens. Allemaal pinguïnkuikens. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De puppy! Die wil ik de hele dag aaien. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Baks? Jazeker. Vandaag gaan we kijken naar de meest bijzondere dieren. Bijzondere dieren? Even kijken. Oh, gaat dat dan ook over Pepper en mij? Nou, jullie zijn ook bijzonder, maar vooral voor mij. Jullie zitten er denk ik niet tussen. Laten we maar gauw gaan kijken. De Afrikaanse olifant is de grootste van alle olifanten. Het dier met de allerlangste nek heet een giraf. Geen andere diersoort heeft een langere hoorn dan de neushoorn. En dit is de koningscobra. Dat is de langste gifslang. Sommige wormen kunnen wel 55 meter lang worden. De blauwe vinvis is het allergrootste dier ter wereld. De struisvogel is heel groot, maar kan niet vliegen. Een grote Deense dog en een piepkleine chihuahua. IJsberen zijn de grootste roofdieren ter wereld. Deze reuze inktvis woont heel diep in de oceanen. Dat was leuk, Baks. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Dat is de Afrikaanse olifant. Dat is de grootste. En hier hebben we de giraf. Wat een lange nek heeft hij, hè? En hier heb je de neushoorn. De mama heeft een hele grote hoorn. En dit is de grootste gifslang. De koningscobra. Het is een worm, maar sommige kunnen heel erg groot worden. En dit is het allergrootste dier, de blauwe vinvis.
En deze grappige reuzenvogel, dat is een struisvogel. Wow, dat is een grote Deense toch? Oh, en een kleine chihuahua. En hier hebben we 1, 2, 3 ijsberen. Die hebben het niet koud. En dit is de reuzeninktvis. Moet je zien wat een tentakels. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De olifant. Want die kan lekker water spuiten met zijn slurp. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Max? Jazeker. En laten we het deze keer eens hebben over huisdieren. Huisdieren? Wat betekent dat, Max? Hebben ze dan hun eigen huisje of zo? Nee, Toby. Dat betekent dat ze bij mensen in huis wonen. Voor de gezelligheid. Laten we maar gauw kijken. Deze vrolijk gekleurde vogeltjes zijn grasparkieten. En deze twee pluizenbolletjes zijn cavia's. Blup, blup, blup. Dit is een goudvis. Die woont in een kom. Paarden wonen natuurlijk niet echt in huis, maar ze zijn wel gezellig. Hagedissen zijn ook huisdieren en ze hebben het graag warm. Een lekker met een kat op schoot voor de televisie. De beste vriend van de mens, dat zeggen ze wel eens van de hond. Wist je dat een hamster heel veel eten in zijn wangen kan stoppen? Konijnen houden van wortelen en ook van knuffelen. Met een schildpad kan je wat moeilijker knuffelen, maar ze zijn wel heel lief. Dat was leuk, Max. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Oh, kijk, wat zijn ze mooi, deze twee grasparkietjes. En hier heb je twee cavia's. Oh, die zijn zo grappig. En dit is natuurlijk een goudvis. Blup, 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 blup. En dit is dan een paardje, maar die is te groot voor in huis. Hier hebben we een hagedis. Die wil lekker warm binnen zitten. En hier hebben we een kat. Oh, mag ik hem knuffelen, Max? En dat is een hondje. Oh, die is ook zo lief. Oh, een klein schattig hamstertje. Wat is hij lief, hè? Oh, dat konijntje is ook lief met zijn flapoortjes. Kijk nou. Kijk, een schildpad. Die draagt zijn eigen huisje op zijn rug. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De hond. Die vind ik echt het allerliefste. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo.
En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Max? Jazeker. Deze keer gaan we gezellig naar de kinderboerderij. De kinderboerderij? Dat klinkt leuk, zeg. Heb je daar dan ook allemaal dieren? Jazeker, er zijn heel veel dieren op de boerderij. Ben je benieuwd welke dieren dat zijn? Laten we dan snel gaan kijken. Kijk, de koe. Die geeft ons melk. Het varken rolt zo lekker in de modder. Fijn een stukje rijden op het paard. De hond die bewaakt het erf van de boerderij. Met een poes op de boerderij heb je geen last van muizen. Schapen hebben lekkere warme wol. Een lekker vers eitje bij het ontbijt. Dankjewel, kip. Toby, als je wil knuffelen, heb ik hier een konijn voor je. Eenden zwemmen heerlijk rond op de vijver. Op de ezel kan je heerlijk rijden. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Ah, dat is een koe. Wat lief, koetje boe. En hier een roze varkentje met grote oren. Oh, dat is een mooi paardje. Lekker trippel trappelen. Oh, wat een schattige puppy. Die wordt vast een goede waakhond. En hier is een lieve poes. Miauw, wat schattig. En hier kijken we naar een schaap met een dikke wollen vacht. En op de boerderij heb je ook altijd een kip. Tok, tok, tok! Oh, een konijntje met hele lange zachte oren. En dit is een eend met zwemvliezen. Kwak, kwak, kwak! Oh, wat een lief ezeltje. En wat is hij zacht, hè? Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? Het konijn. Die is het allerknuffeligst. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Max? Jazeker. Vandaag gaan we eens kijken naar bosdieren. Bosdieren?
Oh, wat leuk! Apen wonen ook in het bos, toch? Gaan we klimmen? Nou, apen wonen vooral in de jungle, maar in het bos zijn nog heel veel andere dieren. Laten we maar snel gaan kijken. Het lieve heersbeestje is rood met zwarte stippen. De specht kun je al van ver horen kloppen op een boom. De egel rolt zich op in een stekelige bal als er gevaar is. Kijk eens naar de vos. Wat een zachte vacht, hè? Het damhert kun je herkennen aan zijn witte stippen. Een hele hoop mieren bij elkaar. Een mierenhoop. De slak draagt zijn eigen huis op zijn rug. Dat is handig. De uil is een nachtdier. Overdag zie je hem bijna nooit. De duizendpoot heeft niet echt duizend pootjes, maar wel heel veel. Het everzwijn houdt van eikels en beukennootjes. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Oh, een lieve heersbeestje. Hij is rood met zwarte stippen. Ah, een specht in de boom. Die tikt dan zo op de boom. Oh, dat is een egeltje. Hij is stekelig, maar wel lief. En hier hebben we een vos. Hij heeft een hele zachte vacht. En hier hebben we een mooi damhert. Dat kun je zien aan zijn witte stippen. En hier hebben we dan een hele hoop mieren bij elkaar. Dat is een mierenhoop. En dit is een klein slakje. En hij heeft een huisje op zijn rug. Oh, wauw, dat is een mooie uil. Wat een veren. Oh, een duizendpoot. Die vind ik een beetje eng met al die pootjes. Dit is een everzwijn. Die houden van eikeltjes en beukennootjes. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? Het lieve heersbeestje. Die is zo mooi en lief en klein. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Bax? Jazeker. Deze keer gaan we eens kijken naar zeedieren. Zeedieren, Bax? Oh, wat leuk! Oh, betekent dat we ook gaan zwemmen, alsjeblieft? Ja hoor, als we alle dieren hebben gezien, mag jij gaan zwemmen. Weet je wat? Laten we maar snel gaan kijken. Kwallen zien er prachtig uit, maar kunnen behoorlijk steken. Dolfijnen houden van spelen. Kijk maar eens hoe hoog hij springt.
De krab heeft scharen aan zijn pootjes en loopt opzij. Als je goed luistert, kun je in een schelp de zee horen. De haai ziet er maar gevaarlijk uit met zijn scherpe tanden. Deze grappige vis kennen jullie wel. Dit is de clownsvis. De blauwe vinvis is het allergrootste zeedier. De zeester is oranje en heeft 5 punten als armen. Als zeepaardjes kinderen willen, wordt het mannetje zwanger. De octopus heeft 8 tentakels waar heel veel zuignapjes op zitten. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Wauw, dat is een mooie kwal, maar ze kunnen wel pijn doen. Oh, een dolfijn. Die kan heel hoog uit het water springen. Oh, kijk, een krab. En hij heeft scharen aan zijn pootjes. En hier hebben we een mooie schelp. Daar kan je de zee in horen. Zo, die ziet er gevaarlijk uit. Een hele grote haai. Ah, kijk eens wat een grappige vis. Dit is de clownsvis. En dit is het allergrootste zeedier. De blauwe vinvis. En hier hebben we een mooie oranje zeester. Kijk, 5 punten. Oh, kijk nou, een lief zeepaardje. Wat schattig. Dit is een octopus met 8 tentakels en allemaal zuignapjes. Woehoe! Yeah! Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De dolfijn. Daar wil ik heel graag mee samen zwemmen. Joepie! Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Bax? Jazeker. Deze keer gaan we een bezoekje brengen aan de dierentuin. De dierentuin? Oh ja, wat leuk. Oh, gaan we dan ook bij alle andere aapjes kijken? Ja, natuurlijk. Zo'n dagje zou toch niet compleet zijn zonder een bezoek aan je familie? Laten we maar snel gaan kijken. Kijk, Toby, als eerste beginnen we met de apen. En een bezoekje aan mijn eigen familie mag natuurlijk ook niet ontbreken. Deze zwart-witte watervogel is de pinguïn. De koning der dieren, wat ziet hij er stoer uit, hè? Door zijn lange nek kan de giraf makkelijk bij de allerhoogste blaadjes. De olifant kan heel hard trompetteren. De zebra is net een paard, alleen dan met strepen. De krokodil vind ik er maar griezelig uitzien, vind je ook niet? De neushoorn heet zo omdat hij een hoorn op zijn neus heeft.
laatste dier van vandaag is de tijger. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Ja, dit is natuurlijk een aap. Apen zijn mijn beste vriendjes. En hier hebben we een grote bruine beer. Bax is ook een beer. En dit is een pinguïn. Die kan echt heel goed zwemmen. Ah, daar hebben we de leeuw. Die kan echt heel hard brullen. En een dier met zo'n lange nek, dat moet wel de giraf zijn. Grote oren en een slurf. Ja, dat is de olifant. Heel veel zwarte en witte strepen. Dat is de zebra. Zo, die krokodil is wel een beetje eng. Kijk die tanden. Zie je die horen op zijn neus? Dit grote dier is een neushoorn. Oh, deze tijger lijkt een beetje op een leeuw, maar dan met strepen. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De aap, want dat zijn mijn allerbeste vriendjes. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Story Zoo. Kiekeboe, kiekeboe, boe. Dag Toby. Dag Pepper. Dag Bax de Beer. Zoo, zoo. Story Zoo. Tot de volgende keer. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Bax? Jazeker. Vandaag gaan we op bezoek bij de dino's. Dino's? Wat zijn dat, dino's? Oh, zijn dat een soort apen? Nou, niet echt, Toby. Het zijn hele grote dieren die heel lang geleden leefden. Dit bijvoorbeeld is de Ankylosaurus. En dit was een hele grote dinosaurus, de Brontosaurus. En deze rode dino is de Parasaurolophus. En dit was een zeedinosaurus, de Plesiosaurus. Ook door de lucht
Dit is de Pterodactylus. Dit is de Spinosaurus met die prachtige kam op zijn rug. De Stegoceras, die heeft mooie kleurtjes, zeg. En dit is de Stegosaurus. Die heeft allemaal stekels op zijn rug. De Triceratops heeft prachtige horens. En deze ziet er gemeen uit. Dit is de Tyrannosaurus. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Wat was de eerste ook alweer? Ankylosaurus? En deze, dat is die grote... Ja, dat is de Brontosaurus. Ja, Parasaurolophus? Oh ja, deze zwom in het water. De Plesiosaurus. Oh ja, en deze die vliegt. Dat is de Pterodactylus. En deze mooie groene, dat is de Spinosaurus. En deze paarse, dat was de Stegoceras. Deze met de stekels op zijn rug. Ja, de Stegosaurus. En ja, deze met die grote kam. De Triceratops. En deze hele grote enge. Ja, dat is de Tyrannosaurus. Yeah. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De Tyrannosaurus. Want die is het stoerst. Ook al is hij een beetje eng. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Bax? Jazeker. Vandaag gaan we het hebben over allerlei verschillende kleuren. Kleuren, Bax? Oh, wat leuk! Ik wil heel graag kleuren. Mag ik een tekening maken? Ja, jij mag straks ook gaan kleuren. Maar laten we eerst eens naar wat voorbeelden kijken. Kijken jullie mee? De eerste kleur van vandaag is de kleur rood. Kijk eens wat een prachtige bos rode rozen. De volgende kleur waar we naar gaan kijken is de kleur groen. Kijk maar eens naar deze kikker. Die is helemaal groen. En wat dacht je van deze kleur? Dit is de kleur blauw. De zee heeft bijvoorbeeld een prachtige kleur blauw. En kijk eens, Toby, deze kleur ken jij vast wel. Bananen zijn geel. Dat is vast jouw lievelingskleur.
En de laatste kleur van vandaag, dat is de kleur oranje. Oranje, zoals een sinaasappel. Kijk maar. Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Ah, kijk. Deze opvallende felle kleur is de kleur rood. Wauw, een mooie bos rozen. Deze rozen zijn rood. En deze kleur, wat denken jullie? Ja, dit is groen. Oh, dit is een mooie kikker, zeg. Hij is helemaal groen. En deze mooie kleur, ja, dit is blauw. De zee is blauw, maar de lucht ook, hoor. Kijk maar. Oh, deze kleur, die ken ik heel goed. Dit is natuurlijk geel. Oh ja, wat lekker. Ik heb trek gele bananen. En de laatste kleur van vandaag, wat denken jullie? Oranje. Yummy, oranje sinaasappels. Lekker hoor. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? Geel natuurlijk. Want bananen zijn geel. Yummy. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Bax? Jazeker. Vandaag gaan we het hebben over allerlei verschillende kleuren. Letters, Bax? De letters van het alfabet? Oh, kan je spelen met letters? Ja, jij mag straks ook gaan kleuren. Maar laten we eerst eens naar wat voorbeelden kijken. Kijken jullie mee? De eerste kleur van vandaag is de kleur grijs. Kijk maar naar deze olifant. Die is helemaal grijs. En de volgende kleur is de prachtige kleur roze. Deze mooie bos rozen is ook roze. En dit is de kleur bruin. Wat zou er nou bruin zijn? Inderdaad, mijn familie, de bruine beer. De donkerste kleur van allemaal is de kleur zwart. Kijk maar naar deze zebra. Die heeft allemaal zwarte strepen. En de laatste kleur van vandaag is de kleur wit. Net als dit witte konijn, zou de goochelaar hem kwijt zijn? Dat was leuk, Bax. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee?
eerste kleur van vandaag, dat is de kleur grijs. Oh, kijk, een hele grote olifant. Die heeft een grijze huid. En de volgende mooie kleur, dat is roze. Wauw, wat een mooie bos bloemen. Roze rozen. En wat is deze kleur? Even denken hoor. Ja, bruin. Dit is de bruine beer. Dat is familie van Bax, wisten jullie dat? En wat is de allerdonkerste kleur van alle kleuren? Dat is zwart. Oh, een mooie zebra. Die heeft allemaal zwarte strepen. En de laatste kleur van vandaag, dat is de kleur wit. Hey, je ziet hem bijna niet. Een schattig wit konijntje. Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De kleur bruin van de bruine beer. Want dat is familie van jou, Bax. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Story Zoo. Hoi allemaal. Wist je dat er ook een Story Zoo shop online is? Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Beer Bax. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. Dan kunnen we samen Engels leren. Je kunt ze kopen in de Story Zoo online shop. Klik hier. Knuffels. Wacht, klik hier om nog een filmpje van ons te kijken. En klik hier om te abonneren op ons kanaal.